Hoi kijkers naar Spanaar TV. Samen met cameraman Christian Schaftenaar zijn we te gast bij Broekhuis Opel. Dan gaan we kijken naar een beurs van de wandelende marathon. Allemaal voor het goede doel. De samenloop voor hoop. Ga je mee naar binnen, Christian? Hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, wij zijn hier terechtgekomen omdat ik zelf medewerker ben bij Broekhuis. En met Team 19, de wandelende marathon, heb gevraagd of wij hier een mogelijkheid hadden om een marktje te organiseren. En ja, Broekhuis Opel heeft ons die mogelijkheid geboden. Dus die hebben we met twee handen aangegrepen. Mooi hè, dat de firma zegt, ja, dat ondersteunen we, we doen mee, we denken mee. Ja, om, zeker. Ja, voor de strijd tegen kanker. Ja. Zeker weten. En ook heel fijn dat ik een aantal mensen bereid heb gevonden om onze acties ook te steunen. Hop Taartenshop bijvoorbeeld, die allemaal heerlijke aardbeienschelpjes heeft gemaakt voor het goede doel. Jacobinus Bake Arts, die hier staat met haar donuts en allerlei mogelijkheden. Die ja, echt hele lekkere dingen wat je bij haar kan bestellen. Yamako, die hier is met een steentje. Een collega die met hele leuke brokante spullen is. En natuurlijk onze collega's van de Maratak die hier ook staan om iedereen eigenlijk te woord te staan en informatie te geven over de samenloop. Dus ja, ik ben alleen maar blij en trots dat we dit kunnen doen. Ik loop er net heen, ik krijg een klein beetje water in mijn mond staan. Dat is een goed teken. Nou, wat zien we hier? Ik ben van Jacobinus Bake Art, de eigenaar. Ik bak veel, vooral in de weekenden. En dit zijn de resultaten. En die verkoop hier op deze beurs eigenlijk. Ja. En waarom zeg je van, waarom ben je hier gaan staan? Ik heb zelf recent te maken gehad met kanker. En ik ken Yvonne heel goed die dit georganiseerd heeft van de wandelende marathon. En zodoende ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Mooi dat je steentje bijdraagt aan de samenloop voor hoop. En lekkere hapjes, het ruikt hier ook heerlijk. Heel veel succes en heel veel verkopen. Daar gaan we wel voor natuurlijk. En we zien je 20 en 21 september bij de samenloop. Ik hoop wel even langs te komen, ja. Ja. Heel mooi. Dankjewel. Doei. Het is niet goed voor me, ik weet het. Maar dankzij Jacobien, daar kun je ze bestellen. Die maakt, ja, ze zijn wel heerlijk hoor. Ik neem even een hapje. Neem ik ook een hapje hoor. Oké, okay, Christian. Niet te veel in één keer, hè. Mensen, heerlijk. Ze zijn lekkerder als bij... Nou, ik mag geen reclame maken, maar niet supermarkt. We staan hier bij Broekhuis. Meer dan auto's staat er daar. Beweeg mensen tegenwoordig. Ik vind het heel mooi als bedrijven meedenken en ja zeggen tegen een evenement, vooral tegen de samenloop voor hoop. Ja. Waarom zeggen jullie ja? Nou, het is een mooie combinatie. We proberen mee te denken met de maatschappij als het ware, hè, sociaal betrokken. Dus we willen graag kijken waar kunnen we ons steentje bijdragen. Nou, om dan een stukje showroom beschikbaar te stellen doen we graag. Zeker omdat we ook nu een leuke actieweek hebben. Ja, is het gewoon een mooie combinatie denk ik dat we hier wat aandacht en... ja, aan mee kunnen denken. Dus ja, dat doen we graag. Vinden we leuk om te doen. De samenloop voor hoop kan niet zonder sponsoren. Om de samenloop sterk te maken heb je ondernemers nodig die ja zeggen. Wie ben jij? Ik ben Alex Hop van de firma Hop Taartenshop. We zijn een klein ambachtelijk bedrijf. En we mogen de eer eigenlijk hebben om deze aardbeienschelpjes te mogen aanbieden. Het is voor een goed doel, maar ook een beetje natuurlijk naast bekendheid te krijgen in Harderwijk en Hieren. We hebben geen winkel.
leveren uit vanuit onze eigen productie. En wij hebben het genoeg om Samenloop van Hoop te mogen sponsoren samen met deze evenement bij Broekhuis. En proberen daarmee geld te genereren voor de mensen die de ziekte van kanker bestrijden. We zitten stiekem al te kijken door het glas. Het ziet er heerlijk uit. Het is ook heerlijk, zeker weten. Ambachtelijke producten die gewoon met kwaliteit gemaakt zijn. En daar staan we ook voor. Samen met mijn cameraman Christian Schaftenaar waren we te gast bij de wandelende Marentak. Het team wat meedoet met de Samenloop voor Hoop. Hier bij Broekhuis Opel. Mooi hè, die gastvrijheid. Bedankt voor het kijken. Christian Schaftenaar, bedankt dat je er weer bij was.